Hallo, welkom terug in onze tuin. We hebben jullie al een paar filmpjes laten zien van deze tuin. Dat was toen heel thematisch. Hoe leg je dat aan? Het ging ook een stukje over wat mulch en zo. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Maar ik wou jullie gewoon nog eens laten zien nu hoe dat er met de tuin gesteld is. Zonder een bepaald thema aan te snijden. Vooral om je te laten zien ook waar je kunt bereiken in een paar maanden tijd. Want je weet, hier zijn we eind maart begonnen. We zijn nu half juli, dus eigenlijk een goede 3 maanden verder. En je ziet hoe alles groeit en bloeit, hoe snel het allemaal gaat. En we zijn hier al een hele tijd aan het oogsten ondertussen. En ja, nu zijn het echt de zomergewassen die allemaal rijp zijn. Hè. Dus de bonen, de tomaten. Alles komt stilaan in productie, de eerste aardappelen ook. Je ziet, we zijn zelf nog niet rondgeraakt met mulchje. Dus dat is ook stukje bij beetje, maar het is vooral materiaal tekort komen in de grote tuin hier. Dus dat is, zoals ik vorige keer gezegd heb, dat is iets dat we nu aanpakken. Maar dat gaat zijn tijd vragen. Dat gaat een paar jaar vragen om aan voldoende materiaal te geraken. Maar nu is het principe vooral zoveel mogelijk bedekken met de gewassen zelf. En dat lukt al behoorlijk. Een beetje dille, dat eten we heel graag. Ik zeg altijd dat je dat doet voor mijn vrouw, dan krijg je daar goede punten mee, maar ik eet dat eigenlijk ook heel graag. Ja, in Rusland is dat nummer 1 kruid, maar dat groeit even goed in België, dat is hier even lekker. Voilà, de tuin op tafel, letterlijk dan. Gewoon even rondgelopen met de oogstmand. Nu denkt hij misschien, ja maar, gaat je niks meer zeggen over die andere tuin, die oude tuin? Maar jawel, maar niet in deze filmpje. Dat is gewoon even een keer laten zien. Wat ik er vooral wil aantonen met die filmpjes van deze tuin is hoe snel het allemaal gaat. Gewoon een paar maanden wachten en je hebt het. Ja, op 6 weken tijd zit het hoogste. 3 maanden later heb je gewoon alles. Dat is zeker een vaste moeite waard om dat te doen.